Goedemiddag, u kijkt naar het Weerplaza Weerjournaal. Een omvangrijk hoge drukgebied dat zich uitstrekt vanaf Scandinavië via Denemarken, de Britse eilanden richting de Azoren, zorgt voor rustig weer in onze omgeving. De kern van dit hoge drukgebied ligt in het zuiden van Scandinavië, zo in de zuidkant van Zweden en boven Denemarken. En als ik de boel in beweging zet, dan zien we dat dit hoge drukgebied de komende dagen ook bij ons in de buurt blijft liggen en worden alle storingen boven de oceaan op afstand gehouden. Dit hoge drukgebied neemt nog zelfs iets in kracht toe, waardoor het zelfs de komende week de hele week droog lijkt te gaan blijven. Dankzij dit hoge drukgebied komen we in een oostelijke stroming terecht waarmee relatief droge lucht wordt aangevoerd. Maar toch hebben we de komende dagen te maken met wat wolkenvelden. Want als ik dan ga kijken naar vanavond, dan zien we dat het noorden van het land vooral nog te maken heeft met flink wat wolkenvelden. Mogelijk dat het daar uh, helemaal niet opklaart. In het zuiden van het land, daar zijn brede opklaringen. En daar ligt de temperatuur vanavond zo rond 5 of 6 graden. De oostenwind, die is daarbij zwak of matig. En op plekken kan het daar nog steeds fris aanvoelen. Komende nacht zijn er dan meer opklaringen. Langs de oostgrens kan er lokaal nog wat mist voorkomen en gaat het licht vriezen. Het wordt morgen vroeg, dus op sommige plaatsen ook autoruiten krabben voor de mensen die vroeg uit de veren gaan. Langs de kust blijft het kwik boven nul met ongeveer 1 graad. En met name in het zuidwesten van het land zijn de opklaringen breed. Morgen start de dag dan lokaal grijs, met in het oosten nog lokaal een enkele mistbank. Maar later op de dag dan gaat de zon op de meeste plaatsen wel schijnen en wordt de zon ook afgewisseld met wat stapelwolken. Het wordt 8 tot lokaal 10 graden, en daarbij staat, net als vandaag, een matige oostenwind, waardoor het voor het gevoel soms fris is. De komende dagen blijft ons weer onder invloed van het hoge drukgebied boven Scandinavië. Waardoor we dus nog steeds te maken hebben met die noordoostelijke aanvoer van relatief droge lucht en ook, en ook stabiel weer. Want aankomende zondag wordt het een prachtig zonnige dag met maxima zo tussen 8 en 11 graden. Met ook dan nog steeds die matige noordenwind. En komende maandag en dinsdag hebben we eigenlijk hetzelfde weerbeeld als vandaag en morgen. Met zo af en toe wat zon en wolkenvelden, maar wel gewoon droog weer. Pas eigenlijk na komend weekend, dan gaan de neerslagkansen geleidelijk aan een beetje toenemen, maar zelfs dat heeft allemaal niet heel veel naam. Kortom, de komende periode wordt dus heel erg droog, maar ook vrij zonnig, want we zien een flinke dagelijkse gang in de temperatuur, waardoor wat betekent dat er veel wat zonneschijn op het programma staat voor komende week. Voor komend weekend, dan lijkt er een dipje in de temperatuur te zitten. Maar dat, dat komt allemaal door wat uh, storingen die wat nabij komen. Maar droog lijkt het in ieder geval wel te gaan blijven. Mijn naam is Wilfred Janssen van weerplaza.nl.